Het was niet echt een droomstart, als je het zo mag noemen. Met training dook ik normaal gewoon op mijn schouder. En iets wat je normaal 100 keer in de training doet, dat ging nu een keer verkeerd. Dat was heel ongelukkig. En toen ben ik, 's middags ben ik naar het ziekenhuis gegaan voor foto's, om te kijken of wat gebroken was. Dat was niet het geval. Maandag naar het ziekenhuis om MRI te maken met contrast. En toen kwam eruit dat er wat gescheurd was bij de aanhechting van mijn pees in mijn schouder. Dus ja, je mag me gerust een pechvogel noemen, ja. En hoe heeft het traject er sindsdien uitgezien? Ja, ik ben al vrij snel, want ik had maandag dus die MRI. Toen ben ik vrijdag behandeld, zeg maar, ben ik geopereerd al. Dus ja, en sindsdien loop ik hier al eigenlijk. Ben ik aan het revalideren, nu zo'n 2 weken. En hoe gaat dat? Ja, gaat goed. Ik heb helemaal geen pijn, maar ja, ik mag nog niet zo heel veel doen. Want mijn arm zit ook nog in deze sling. En morgen weet ik hopelijk meer, want dan moet ik weer terug naar het ziekenhuis. Is dit een verraderlijke blessure? Ook omdat je zegt, ik heb eigenlijk geen pijn. Dat je misschien snel te veel gaat doen? Ja, nou ja, je weet nu de eerste 2 weken wat je mag doen. Eigenlijk helemaal niks, alleen wat met je benen. En ja, het is wel een verraderlijke blessure, omdat je al vrij snel denkt dat je wat kan doen. Maar dat mag nog niet, want die wond van binnen moet natuurlijk ook helen. Is het de eerste keer in je carrière dat je zo'n tegenslag hebt? Ja, ik ben ook nog nooit geopereerd, dus dat was echt de eerste keer. En het is ook voor het eerst een hele lange, langdurige blessure. Op het begin is het wel vrij zwaar, omdat je natuurlijk, je moet er even overheen zetten. Maar nu moet je gewoon zo snel mogelijk weer goede stappen proberen te maken en hard werken. In de media werd alom gesuggereerd dat er voor jou een basisplaats in het verschiet lag bij FC Twente. Hoe kijk je daar zelf tegen aan? Ja, ik heb natuurlijk de eerste 1,5 à 2 weken heb ik gewoon getraind. En ja, dat ging allemaal goed. En ik werk natuurlijk ook naar een basisplek toe. Alleen er kwam even een kink in de kabel. Ja, hoe kijk je aan tegen de keepersituatie bij FC Twente? Want er zijn veel keepers. Ja, er zijn inderdaad nu veel keepers. En door mijn blessure hebben ze natuurlijk Nick Marsman hebben ze weer verlengd. Dus ja, hele logische keuze natuurlijk. Maar ja, ik ga nu gewoon eerst proberen weer terug te komen bij de groep. En dan weer mijn best te doen om in de baas te komen. We kennen jou nog niet zo goed. Wat voor een soort keeper ben jij? Ja, ik denk dat ik wel vrij allround ben. Met keepersgebied op de lijn, diepte uit het spel halen, meevoetballen. Ik denk dat ik zeg maar, een beetje een type toekomst, zeg maar, niet echt van vroeger, maar een beetje een menging van twee stijlen. En naar wie keek je zelf vroeger altijd veel? Ik keek vroeger wel veel naar Buffon van Juventus, maar nu de laatste tijd kijk ik niet meer zo heel veel voetbal en ook niet meer zo heel veel naar keepers. Dus, Even hier alsjeblieft. Vorig seizoen speelde jij nog bij Volendam. Als u dat seizoen zou mogen omschrijven, is dan het woord turbulent genoeg? Ja, en net niet. Het was het seizoen van, ja, tenminste voor mij was het was natuurlijk een mooi seizoen, maar voor de club was het een seizoen van net niet. Wat was voor jou het belangrijkste dat je geleerd hebt in dat seizoen? Ja, het is natuurlijk een traject van een paar jaar. Ik heb 3 jaar met Harold Wapenaar mogen werken. En ja, ik heb natuurlijk het laatste jaar heb ik Hans de Koning als trainer gehad. Dat is ook een keeper geweest. Dus ik denk dat ik geleidelijke weg gewoon heel veel van hun heb geleerd. Promes. Dat is een goede trap. Maar Stevens ziet hem van ver komen. Bokst hem buiten. Heb je voor jezelf een datum in je agenda gezet? Van dat is de datum waarop ik weer op het veld wil staan of wil gaan trainen? Nee, dat heb ik niet voorgenomen. Want dan ga je daar aan vasthouden. En dan, het kan natuurlijk zijn dat je een keer een tegenslag krijgt of dat het in één keer beter gaat. En ja, dat is zo, ja, wat je zegt, dat zo turbulent als maar kan. Dus ik weet het niet precies wanneer. Ik hoop dat ik de winterstop haal. De eerste reactie, kan ik me voorstellen, was natuurlijk eentje van teleurstelling. Dat dit je is overkomen. Hoe zit dat nu? Ja, nu heb ik me er eigenlijk al vrij snel overheen gezet. En nu is het gewoon veel revalideren, hard werken en dan geleidelijker weg terugkomen.